Ja, ik was de jongste dochter en zo weet ik er nog minder van als mijn twee zussen en mijn broer. We hebben van andere mensen gehoord dat hij krijgsgevangene geweest is en dat hij heel mager was als hij teruggekomen is. Ik vind het een ongelooflijk mysterie dat dat eigenlijk nooit is gezegd geweest tegen zijn kinderen of kleinkinderen. Ik heb eigenlijk enkel de verhalen gehoord dat hij ooit gevangen is genomen, maar meer is daar nooit over verteld. Ik heb het gevoel dat ik mijn grootvader nooit echt gekend heb. In de familie is er eigenlijk niemand die weet wat er met hem is gebeurd. Daar mocht niet over gesproken worden. Wie was Petrus, de zwijgende soldaat?